Ik ben Hendrik-Jan Lovink. Ik ben mede-organisator van Mayana Mayana en van de Zwarte Cross. Dit is mijn crossverhoor. Wat ik zou doen, ik ben mede-directeur van de Zwarte Cross. En wat we doen is zorgen dat we gewoon een cool feest organiseren. En dat we iedereen eigenlijk elk jaar opnieuw proberen te verrassen met allerlei dingen. En zolang we dat blijven doen, denk ik dat die Zwarte Cross nog wel bestaansrecht heeft. Ik denk het niet. Ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf ook niet zoveel heb met metal. En we hebben het wel een paar jaar geprobeerd natuurlijk. En het vreemde was eigenlijk met die metalwaaide dat we daar eigenlijk relatief het meeste geld uitgaven aan programmering. En het eigenlijk daar alleen maar druk was bij de headliners en daarna eigenlijk het veld gewoon compleet leegliep. En dat is eigenlijk niet wat we willen. We willen juist een weides creëren, zoals bijvoorbeeld de reggaeweide en zo, waar het eigenlijk gewoon de hele dag gewoon gezellig is en die sfeer heeft, zeg maar. En dat is ons helaas niet gelukt. En daar in plaats van hebben we een heel klein batenbarretje. Dus daar kun je in ieder geval nog wel een beetje knappen. Direct twee, ja. Er is altijd inderdaad een hoop. Dit verbaast me niet, want er is altijd een hoop reactie op die metalwaarde. Dus ik geef het door aan de directie. Poeh, ja, dat is een nare vraag. Uiteindelijk, ik zeg niet dat ik het ga doen, maar in principe zou ik het wel doen. Ja, zou ik maar wel voor afskeren. Want het is natuurlijk helemaal druk. En ik bedoel, er is nog weinig perspectief in die zin. Het is allemaal nog een hoop vraagtekens of er überhaupt die Zwarte Cross in september door kan gaan. Maar als je daarmee een ja zou kunnen krijgen, dan zou ik het er voor over hebben. Ik zeg niet dat ik het doe, hè. Ja, het is toch de meerderheid is het met me eens. Ja, goed, dan moeten we dan ook denk ik dan massaal doen. Dat lijkt me ook wel cool. Dat je gewoon met 60.000 man gewoon tegelijk komt. Dat is een enorme bouw met haren op het veld te liggen. Misschien zijn er nog wat vrouwen die zich kunnen scheren. Dat zou ook misschien niet zo verkeerd zijn. Meer stunts of cross? Stunts is altijd mooi. Zeker als we ze zelf verzinnen. Dus in die zin zou ik daarvoor kiezen voor meer stunts. Maar ik zou in ieder geval zeker niet minder cross willen. Dus, maar goed, er is best wel veel cross, dus ik kies voor de stunts. Ja, meer stunts. Dan schatten ze mij toch helemaal verkeerd in met 68% kies voor de cross. Ik blijf bij de stunts. Ja, ik ben niet tegen. Ik bedoel, voor mij mag iedereen lekker een blootje roken. Alleen het is natuurlijk officieel, mag het natuurlijk van de vergunning en zo geeft het problemen. Maar mij persoonlijk zou het niks uitmaken als iemand een lekker blootje rookt. Prima, niks mis mee met een blootje, denk ik. Tuurlijk, 70% is het helemaal met me eens. Nou, wie weet, ik zal de burgemeester eens bellen. Of wat voor kunnen we beginnen te draaien. Smeer in zolen. Ik ben niet zo van. Ik durf te zeggen dat ik vrij bescheiden ben. Dus ik loop het liefst gewoon lekker tussen het publiek. En zo min mogelijk backstage. En gewoon met beide benen aan de grond. Ergens rond 2015 of zo, toen hadden we C6 Steve geboekt. Die speelden toen op zondag. En die kwamen zaterdagavond al aan met hun nightliner. Toen kwam ik die gasten tegen backstage bij het hoofdpodium. En heb ik voorgesteld. En hartstikke tof lui. En lekker bier meegedronken en nog een biertje en nog een biertje. En die tourmanager die was al niks te vrolijk. En die zat erbij en die zei al een beetje tegen die drummer van een beetje kalm aan en morgen weer. We bleven lekker zitten en we hadden goede zin. Nog een paar biertjes en die kwam ik met die drummer een beetje van het praten. Ik zei, we hebben hier een motocrossbaan en we hebben hier een reggae-rijden. En die keel zei, dat meen je dat? Oh, gaaf man. En we kunnen wel even festivalterrein gaan. En dan geef ik je even een rondleiding. En hij zei, dat lijkt me wel te gek. En die tourmanager zei, nee, niks te van, dat gaan we niet doen. En dat was denk ik 10 minuten later of zo, toen ging die tourmanager, die liep weg, die moest naar de wc en die kerel die zei meteen, let's go. En wij met z'n tweeën gewoon het festivalterrein op, kwamen uiteindelijk in de reggae en hij vond het helemaal fantastisch. Toen kreeg hij van iemand nog helemaal een dikke joint aangereikt en dat vond hij ook heerlijk. Daarna weer even bier gedronken en uiteindelijk was het festivalterrein al lang dicht. En toen konden we ook niet meer terug, toen moesten we eigenlijk via een omweg, via de achterkant, via de rijplatenbaan, moesten we dan weer terug naar het hoofdpodium. En dat is wel aardig eindje lopen was dat nog. Maar die kerel was echt gewoon apenzaad. En toen
Nou, kwamen we daar eigenlijk vlak bij die nightliner aan. En ik denk dat hij nog geen 20 meter van die nightliner was. Toen struikelt hij over zo'n rand van zo'n rijplatenbaan. Toen ging die ouwe gewoon echt helemaal plat op zijn bek. En op dat moment kwam net die tourmanager uit die nightliner. Dus toen raapte ik hem van de grond af en die kerel ging helemaal door het lint. En dan hadden we ook nog van die nozems gezopen en zo. En toen kwam hij de volgende dag het podium op, die C6 Steve. En toen, toen kwam hij met zo'n fles nozem aan. En zei hij, nasty shit, zei hij toen. En toen, ja, dat was echt een onvergetelijke avond. Super mooi. Toffe gasten waren dat. Smerige zolen, 59%. Kijk. Easy Dizzy. Ja, ja, dat vind ik toch wel een van de beste bands die... Samen met de Black Rose, die hebben we al wel eens een keer gehad, maar ACDC, dat zou toch wel echt fantastisch zijn als dat ooit gaat lukken. Maar dat, nou, dat zit er waarschijnlijk niet in, maar dat, ik zou meteen voor ACDC kiezen. Ja. 72%, ja, oh, helemaal goed. Nou, ze kennen me aardig volgens mij. Boah, dat is echt een lastige. Ja, voor mezelf zou ik kiezen voor East Dizzy, maar ik denk dat je daarmee natuurlijk al die crosses enorm tekort doet. Dus het is bijna een onmogelijke keuze. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die juist komen voor die crossbaan. Maar ik denk dat die dan ook wel graag weer East Dizzy zou willen zien. Maar laat ik dan zeggen, voor één keer kies ik dan voor East Dizzy. Voor één jaar. Nou ben ik benieuwd. Oeh, nee, daar ga ik er even de mist in. Dat is even verkeerd ingeschat. Nee, 64% die zegt die cross, daar moeten we voor kiezen. Nou, dan, dat doe ik dan maar. Oh, dat vind ik echt lastig. Ja, als die cross dan niet per se twee takt hoeft te zijn, dan kan ik dat nog op een vier takt doen. Dus dan kies ik voor de auto. V8. Wat denkt het publiek? Tweetakbrommen, 80%. Nou, oké, dat, nou ja, dat hebben ze dan mooi verkeerd. Helaas. Ja, ik denk dat ik dan toch nog voor die luchtballon kies. Want die paarden, jongen, die vertrouw ik echt voor geen ene meter. Ik ben al eens een keer op vakantie geweest, daar was Ronnie ook bij. En toen had iemand ook zoiets, zo'n leuke tocht door zo'n jungle, weet ik veel wat. Op zo'n paard. Oh, afschuwelijk. Echt vreselijk. We hebben met Jovink natuurlijk al een keer opgetreden in zo'n luchtballon. En ja, dat was ook afschuwelijk. Dus het is een... nee, maar dan kies ik toch... ik kies voor de luchtballon. Nou, dat spant erop. Bijna 50-50. Hop in galop zegt 51%. Op grote hoogte 49%. Dus ja, nee. Dit, nou ja, goed. Goeie score. 50-50 is een beetje... Boah, of ik directeur zou willen zijn van de Zwarte Cross. Ik ben net precies geen directeur meer van de Zwarte Cross. Dus ja, tuurlijk zou ik dat willen zijn. Dit is natuurlijk, ik heb dat nu bijna 25 jaar gedaan. En met ontierlijk veel plezier. En het mooiste is gewoon dat je natuurlijk een feest hebt weten te maken waar je zelf... waar je eigenlijk zelf bepaalt wat je kunt doen. Dus als wij verzinnen van we gaan met een crossmotor over het hoofdpodium springen, dan... gaan we op zoek naar een paar helden die dat durven en dan doen we dat gewoon. En dat is zo mooi dat je die vrijheid hebt om eigenlijk te kunnen bedenken van wat zou ik nou mooi vinden om mee te maken of om te zien op zo'n feest. En dan dat ook daadwerkelijk te kunnen laten zien. En dat is natuurlijk wel iets wat een soort van droombaan is. En dat heb ik op 25 jaar met heel veel plezier gedaan. Dus daar ben ik dankbaar voor. Nou, dankjewel voor het kijken. Ik zou zeggen, even een duimpje graag en abonneer op het volgende adres. En bedenk alvast een goede vraag voor de volgende gast in het Zwarte Cross Crossverhoor. Dan wil ik net zo eens op knol. Oh, ja.